voelt dat nou? Ja, fantastisch. Een heel, heel erg goed gevoel. We zijn er heel, heel, heel erg blij mee met z'n allen. Hoe zijn jullie te weten gekomen vanochtend? Ja, vanmorgen via internet eigenlijk. Ik keek om te zien welke collega's in de prijs gevallen waren. En toen bleek er uiteindelijk de burgemeester te staan in mijn beeld. Tot onze grote blijdschap. Wat is er vanaf dat moment gebeurd? Ja, de telefoon heeft niet stilgestaan. Mijn telefoon, de telefoon hier in het restaurant. De lokale bloemenboer heeft ook goede zaken gedaan. Want men blijft af en aan lopen met mooie boeketten. Een geweldige dag voor ons allemaal. Chaotisch natuurlijk, want constant komen er mensen over de vloer. Maar een hele mooie dag. Waar hebben jullie, denk je, de ster aan te danken? Ja, dat durf ik niet direct te zeggen. Ik denk door de manier waarop wij werken. Wij trachten altijd een heel goed product te bieden aan onze gasten. Daar doen we ons best voor. We hebben hele goede mensen, topmensen hier aan het werk. En dit is de kroon op het werk. Trots? Ja, heel trots. Heel trots. Met name ook op de hele club. We hebben het met elkaar gedaan. Heel erg mooi. En nu die eerste ster binnen is, hoe kijk je dan naar komend jaar? Ja, wij blijven doen wat we gedaan hebben en wat we moeten doen. Het moet steeds beter en dat proberen we. We gaan de gast laten zien dat we die ster waard zijn. Dat is de opdracht voor de komende tijd in ieder geval.